Ik zou nooit een tatoeage nemen. Hoi, ik ben Bobby. Ik ben Thomas. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Concentrate. Ja, we hebben op onze social media accounts, die van mij is zomaar met AE-laagstreepje Thomas. Die van jou is? Bobby Bot met DT. Heel makkelijk. Daar hebben we een oproep gedaan om vragen te stellen en die gaan we nu beantwoorden in deze video. Ik heb al een hele leuke. Die heeft Zoe Jasmin, Zoe.Jasmin gevraagd. Met welke celebrity zou je voor één dag willen ruilen? Het is een beetje afgezaagd om Justin Bieber te zeggen, denk ik. Maar het is wel de eerste die in me opkomt. Ja? Ja, hij heeft onbeperkt geld, onbeperkt vrouwen en hij is vet populair. Ik zou wel een dag met Rihanna willen ruilen. Ja? Ja, ik zou Waarom? Wel een keer een dag... Waarom? Word je elkaar geslagen door Chris Brown? Nee, niet daarom. Maar ik zou wel gewoon een keer dan op willen treden, zo goed kunnen dansen, een beetje zo'n rebel willen zijn. Ja, dat zou ik wel een keer willen. Ja, of Obama zou ik ook wel een keer een dag willen. Dat is geen celebrity. Maar dan zou ik ook wel een keer een dag president willen zijn. Maxima, ja. Koningin. Maxima, dan moet je wel Willy snippen. Doen. Nee, maar denk je dat Willy en Maxima veel seks hebben? Ze maken wel veel kinderen. Oké, ik heb een vraag. Ja. Kus-Anne-XX vraagt wie van jullie zou het eerst naakt door een supermarkt rennen? En Leva vraagt wie van jullie zou het eerst uit een vliegtuig springen voor een filmpje? Wel met een parachute. Ja, ik denk dat Kai voor het eerst, Kai het snelst naakt door een supermarkt zou rennen. Is dat zo? Of jij? Ik niet. Ik heb al heel veel video's naakt gedaan. Maar ik denk dat ik gelijk uit het vliegtuig zou jumpen. Ja? Ja, maar niet naakt door een supermarkt zou rennen. Ja, ik vind parachute springen wel heel tof om te doen, maar wel een eng idee. Dus ik zou niet de eerste zijn die... Oké, kiezen. Naakt door een supermarkt of uit het vliegtuig springen? Uit het vliegtuig. Ja, ik ook. Ja. Als je 3 mensen of groepen in de hele wereld zou mogen zeppen naar een andere planeet, wie zouden dat dan zijn? Alle mensen die oorlog veroorzaken. Ik weet er wel 3. Nee. Zeg het maar. Nee, gewoon die 3. Monica, Bobby. Oh. Oké, ik ben weg. Doei. Mensen die oorlog veroorzaken, hongersnoden veroorzaken, mensen die naar zijn, dat ja, soort mensen. Ja, mensen die naar zijn. Die andere mensen killen. Nou ja, best wel een goed antwoord. Ja. Ik vind het ook een goed antwoord. Ja? Romy V. Santen vraagt, hebben jullie verkering en zo ja met wie? Ik heb geen verkering. Ik heb ook geen verkering. Ja, dat is makkelijk. Maar is het lekker saai. X. Annemie vraagt, wat zou je nooit willen doen met Concentrate? Nooit. Mijn hoofd kaal scheren. Mijn baard heb ik nu gedaan, maar mijn hele hoofd kaal voor Concentrate zou ik niet doen. Nee? Jij? Ja, ik zou dus nooit een tatoeage nemen. Daarom keek ik net al zo ondeugend in die camera. Ja, ik zou nooit een tatoeage nemen voor Concentrate. Ik ben jouw grens al voorbij. Jij bent mijn grens voorbij, maar ik denk dat... Jij hebt weer andere grenzen die ik misschien niet zo heftig vind of zo. PandaSC.x vraagt, welk niveau deden jullie op de middelbare school? Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Wat deed jij? Ik heb HAVO gedaan. Jij? Ja, ik heb HAVO afgerond. Ja, wat bedoel je? Nou, ik was het kutkind die begon met VWO. Oh. Tot aan mijn derde jaar. En toen had ik allemaal hele goede cijfers. Toen ineens dacht ik, ik ga feesten. Juist. Ik ga het gewoon doen. Maar en dat toen is het ben ook. Ik HAVO uiteindelijk gaan doen. Echt met alle vingers die ik heb zo in mijn neus. Havisten zijn net zo slim als VWO en gymnasiemensen. Alleen, ze hebben wel een sociaal leven en wel feesten en zo. Ik zeg, alle mensen die nu HAVO of VWO of whatever wat voor opleiding doen, maak hem af. Haal je papiertje. Dat is heel belangrijk. Een papiertje, toch? Ik heb wel een papiertje. Wat heb je uiteindelijk? Ik heb HAVO uiteindelijk gehaald. Ja, maar daarna? Ik studeer nog. Oh ja. Sanne sterretje GXL vraagt, benoem elkaar in 5 woorden. Dat is niet echt een vraag, maar het is iets wat we moeten doen. Ja, of in 1 zin, zei ze. Mag ook, één zin worden. Ik vind jou een hardwerkende, gedreven, redelijk positief ingestelde, verzorgende en stijlvolle man. Ja, nee, ik ben je bent ook nog slim en knap. Energieke. Warrige, af en toe een beetje. Maar op een leuke manier. Positieve. Dat ben je toch soms wel. Jawel, je bent wel positief. Ja, je bent blij. Vrolijkheid. Vrolijke. Had ik lief al gezegd? Nee. Lief. Vind je me lief? Noem me dame. Ja. Ik hoor het van mijn moeder wel vaak. Mijn moeder zegt, je bent soms streng. Maar je kan diep van binnen ben je heel lief. Zo, ik denk dat we bij de laatste vraag zijn aangekomen. Ja. Kalki-151 vraagt, wat als over 4 dagen de wereld vergaat? Wat zou je dan gaan doen? Ik zou toch wel een meisje opzoeken.
En niet eens eentje specifiek, maar gewoon de eerste die reageert onder mijn Instagram-postje. Echt? En zou je helemaal kapot neuken? Nou, dat is de platte manier van zeggen, maar ik denk wel dat dat... De liefde bij bedrijven. Dat de liefde bedrijven iets zou zijn wat in die 4 dagen gaat gebeuren. Ja. Even één, of nou ja, één grote party van 4 dagen met alleen maar suipen, zuipen, seks, alles kan kapot. Het geld mag op, ik gooi mijn hele bankrekening leeg aan, ik koop een hele dikke auto, ga ik een beetje mee racen en die rijd ik dan kapot tegen een muur en vervolgens... Wow, en drank en plannen, jongen. Dat soort dingen. Ik hoop dat we te horen krijgen ooit dat die wereld vergaat en dan dat die niet vergaat. Ja, is kut. Ik zou alle mensen waar ik van hou, echt al mijn liefdevolle mensen, dat zijn er best wel een aantal, zou ik mee naar een warm land gaan, op het strand, een feest van 4 dagen waar alles kan en gewoon één groot feest voor 4 dagen lang. Super bedankt voor het insturen van al je vragen. We hebben ze helaas niet allemaal kunnen beantwoorden, maar het staat er wel echt heel veel leuk tussen. We hebben ons best gedaan, maar wie weet gaan we nog een keer een Q&A doen en dan kan je weer je vragen achterlaten op onze social media. En bij mij is dat zomaar, met AE geschreven, _ Thomas. En bij jou is het Hobbybot met DT. Ja, je kan ons natuurlijk ook volgen via Snapchat, Twitter, Facebook en Instagram onder Concentrate.nl. En vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Dat kan hieronder. Tot later. Doei.